Vandaag heb ik een gast in de podcast en dat is Marielle van voor- en tegenspoed.nl. En we gaan het hebben over rouw, rouwen. En dat klinkt natuurlijk vaak als een zwaar en beladen onderwerp, maar ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp. En vandaar dat ik Marielle heb gevraagd om hier wat over te vertellen. Zou je je kort heel even voor willen stellen? Ik ben Marielle. Ik ben 6 jaar geleden, denk ik, begonnen met dit nadat ik door een ongeluk niet verder kon als fysiotherapeut. Toen ben ik mezelf om gaan scholen tot rouw- en verliesbegeleider. En zodoende begeleid ik nu mensen met rouw en verlies. Ja, mooi. En je doet dat in een gewone setting, gewoon één op één. Ik zag ook iets op je website over paarden. Klopt. Ik begeleid ook mensen met de paarden. Dieren kunnen ons toch wat makkelijker kwetsbaar laten opstellen, denk ik. Dat ik het zo moet omschrijven. Dieren, die maakt het allemaal niks uit hoe we eruit zien, wat we doen. Die reageren alleen maar op ons echte karakter en wat we echt voelen. En ik denk dat met behulp van de paarden ik toch soms iets sneller op het echte punt uitkom als dat ik het één op één zou moeten doen. Ja. Dus vaak zie je dat als ik begin met de paarden, dat mensen zich wat sneller openstellen en wat sneller tot de kern komen van het echte gevoel. Ja, is dat dan ook zo omdat je dan, wat ik me dan zo voorstel, dat je jou niet hoeft aan te kijken, maar dat je naar het paard kan kijken, zeg maar. Ik En denk nu als ik het zo voor me zie, dus ik denk dat soms best wel confronterend dat is iemand die iets vraagt, en vooral over zo'n onderwerp, wat natuurlijk gewoon. Ja, niet makkelijk is om over te praten, hè, over verdriet. En ja, dan kan je natuurlijk ook een beetje afleiding hebben, ja, aan een dier, zoals het paard, om dan eerder jezelf opener te stellen. Ik denk zeker dat het meewerkt, maar het is ook vooral dat de paarden die spiegelen ons. Dus Ja. mocht het zo zijn dat jij denkt van nou, dat is echt mijn probleem. Daar komt het allemaal van de weg, het verdriet, het nare gevoel. En heel vaak is het dan gewoon iets diepers nog. En met de paarden die helpen daarmee. Dat is gewoon heel bijzonder hoe die dat laten zien en hoe gevoelig die daarvoor zijn. Ja, mooi. Maar rouw. Het is, bij mij zijn ook echt de klachten ontstaan, wat ik vaker natuurlijk ook, denk ook wel in de podcast verteld heb, dat mijn vader ziek was en overleed en omdat ik daar gewoon niet goed mee om ben gegaan. En dat is omdat we vooral gewoon niet geleerd worden, hè? Hoe we dat moeten doen. Er staat ook een heel groot taboe op. Hè? Mensen zijn toch een beetje bang voor mensen die verdrietig zijn, vooral in onze cultuur. En ja, dat is eigenlijk ook waardoor jij, denk ik, ook hiermee begonnen bent, toch? Ja, ik vind het belangrijk dat er iets meer openheid ook overkomt. Want dat zou heel veel mensen ook helpen in een rouwproces om te leren leven met zo'n groot verlies. En dat het niet eigenlijk. Het liefst zou de maatschappij het grote deel daarvan zien dat een maand nadat iemand overleden is of dat er iets ergs is gebeurd, dat het eigenlijk gewoon weer prima met je gaat en dat je weer lachend over straat gaat en dat ook echt zo meent. En wat je daar natuurlijk heel vaak door krijgt, is dat mensen inderdaad lachend over straat gaan, maar 's avonds alleen zijn met hun verdriet. En dat verdriet wordt steeds groter en moeilijker, want je kan er niet over praten. Ja, en daar komen dan weer allemaal problemen achterweg. En wat maakt eigenlijk het rouwproces heel eenzaam en alleen? Ja, en je kropt het dan vaak ook op. Ja. Mensen willen heel graag horen dat het goed met je gaat. En dan vragen ze, hoe gaat het met je? Ja, Goed. vaak durf je dan niet te zeggen van, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. En als je zegt, oh, het gaat eigenlijk niet zo, ah, kom op hoor. Hè. Nog even, het eerste jaar is het zwaarst. Of, weet je, je krijgt allemaal goed bedoelde adviezen. Maar niet, ja, maar waarom gaat het dan niet zo goed? En die ruimte is er vaak gewoon niet. En daarom is het dan ook gewoon soms heel goed als je er niet mee om kan gaan, om dan iemand op te zoeken die er professioneel wel verstand van hebt, zo iemand zoals jij. Ja, en ik denk ook vooral, hè, wat mooie voorbeeld wat je nu net zegt van het eerste jaar. Want iedereen die denkt natuurlijk, want vaak wordt dit aangehaald, hè, het eerste jaar is het moeilijk. Dan Nou, vond ik dat persoonlijk wel het waar, hoor. maar er Moet ik zijn wel eerlijk ook heel zeggen. veel mensen die dat niet. Ja. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik had in dat eerste jaar, ik zat in één keer met een eigen huis en mijn broertje, die is 5 jaar jonger als dat ik ben.
Dus die was nog hartstikke jong. En toen in één keer werd ik een soort van moeder. En ik had in één keer een huis. Ik moest het huishouden helemaal doen. En toen na een jaar dacht ik van mij, ik heb helemaal nog niet hierom kunnen rouwen. Ja. Ik heb niet eens bewust meegemaakt dat mijn moeders verjaardag weer was. Oh En ja. dat is bij heel veel mensen is dat zo. Want juist doordat er heel veel aandacht is voor dat eerste jaar, denken mensen in het tweede, derde, vijfde, tiende jaar, ja, maar ik mag helemaal niet hiermee verdrietig om zijn, want het eerste jaar is al voorbij. Ja. Ja, En die dat eerste verjaardag heb je al gehad, de eerste ja. kerst. En die Ja. tweede kerst, nou ja, hé, nou moet je er wel aan gewend zijn. Ja. Dat soort reacties, of dat gevoel van een reactie, krijg je toch wel Ja. vaak. Ja. Ja, en dat maakt het best wel ja, moeilijk. Want ook doordat je dan het gevoel gaat krijgen van hé, ik mag er niet zijn met mijn verdriet. Dus ik moet het maar in me houden of wegdrukken. Want dat is natuurlijk helemaal dat je het ja, weg gaat duwen. Kijk, zelfs echt huilen op een begrafenis. Nou, dat mag dan nog net aan. Maar ja, daarna moet het wel een beetje klaar zijn. Ja, het moet je Terwijl wel echt. huilen echt een manier, ik noem het altijd, het is een manier om je emmer leeg te laten lopen. En dat hebben we gewoon nodig. Maar ja, in onze maatschappij, ja, mag dat eigenlijk liever niet. Nee, er is heel weinig ruimte voor. En ik denk dat er sowieso, ook al hoef je niet te huilen, denk ik dat er heel weinig ruimte is om over dingen te praten die er echt toe doen en die echt moeilijk zijn. Als jij op een verjaardag komt en je hebt net iets ergs meegemaakt. Iedereen wil het aan je vragen, maar niemand durft. Dus het is de Ja. hele avond zo'n grote olifant in de kamer, Ja. waar helemaal niemand iets over durft te zeggen, maar iedereen denkt eraan. En dan denk ik van ja, praat er heel even over, want na 5 minuten kan het ook genoeg zijn. En dan heeft iedereen een fijne avond. En Ja. nu zit iedereen nog met dat gevoel. En ik denk dat dat gewoon aangeleerd gedrag is. Ja, dat weet ik wel zeker inderdaad. Omdat ja, dat is natuurlijk iets wat ik denk van vroeger nog komt, hè, dat we ja, niet zoveel over ons gevoel mogen praten en dat we maar door moeten gaan. Ja. Ja, en nu, en ik denk ook dat doordat we zoveel prikkels te verwerken krijgen, dat we gewoon wat gevoeliger worden. En dat we daarom ook zoveel meer op ons bordje hebben en dat het daarom soms ook gewoon wat zwaarder kan zijn. Ik weet hoe jij daarin staat, maar dat gevoel krijg ik er wel een beetje Ja, bij. en ik denk ook wel dat het een heel groot deel is dat wij gewoon niet. Er wordt ons niet geleerd hoe gaan we om met een verlies. Of dat nou in het overlijden is of in ziekte. Er wordt ons niet geleerd van hoe ga je om met een verlies. Ja. Mag dat er zijn of mag dat er niet zijn? Hoe gaan we daarmee om? Op school wordt ons niet eens geleerd over de dood. Nee. Dus Nee. op het moment dat je dat meemaakt, dan stap je daar eigenlijk heel op nul in. Je hebt geen idee wat je allemaal mee gaat maken. En dan maak je het mee. En dan de een die denkt van, oh, nou ja, was dit het? Het ging eigenlijk wel best wel goed. En de ander houdt daar gewoon hele traumatische dingen aan over, wat gewoon in alles doorwerkt. Ja, en dat is omdat we natuurlijk gewoon ook allemaal anders zijn en de situatie is anders. En op het moment dat je het meemaakt, kan ook nog verschil ja, erin zijn, zeg maar. Ja, heel veel. Je refereert er nu ook aan, hè? Want rouwen denken we vaak aan het verlies van een dierbare. Maar rouw is natuurlijk heel veel meer. Het kan ook een echtscheiding zijn, maar het kan ook de diagnose van een chronische ziekte zijn, waardoor je eigenlijk rouwt om het leven wat je had. Ja. En zo, of, maar ook als jij je baan verliest, hè, kan dat ook een vorm van rouwen zijn. Of als je gaat verhuizen, hè, dat je Pensioen. ook pensioen, zeker, ja, ook. En wat is daar eigenlijk de overeenkomst en wat zijn de verschillen? Is het eigenlijk hetzelfde? Ik denk dat je kan zeggen dat het rouwen altijd om iets in alle gevallen is om iets wat niet meer is, iets wat verandert. En datgene wat verandert, daar moeten we weer mee leren leven. In het geval van een chronische ziekte bijvoorbeeld, ja, moet je in één keer leren leven met een lichaam die niet meer doet wat jij graag deed en waar jij op kon vertrouwen. En ik denk dat dat in alles wel een beetje zo is bij een scheiding. Rouw je om het wat niet meer is, het vertrouwde gevoel wat je bij iemand had, ook al was dat niet goed voor jou of voor jullie. Ik denk dat je zo bij alles iets hebt waardoor je rouwt om iets wat niet meer is. En waar je Ja. mee moet leren leven.
En dat leren leven ermee, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want je omgeving verandert dat niet per se. Nee. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als mensen door een groot, voor hun, hè, een groot, want dat is ook nog wel een ding. Heel veel mensen die vinden van, ja, maar stel je niet zo aan, wees blij dat je nog leeft. Of een beetje dat idee, hè. Dan krijg Je je toch kan nog wel dat. ja, je kan nog wel dat. En dat zijn denk ik wel de dingen waardoor je ook het signaal afgeeft van je mag niet bij mij komen om het erover te hebben, want ik vind dat jij een aansteller bent, hè? Even Ja. heel zwart-wit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen daar iets meer voor openstaan en dat we iets meer luisteren naar wat iemand zegt en niet direct oordelen van ja, maar gelukkig kan je nog wel lopen of nee. Ja. En niet meteen oplossingen aan willen dragen. Ja. Ja, of tips of wat dan ook. Maar soms is gewoon luisteren gewoon al zo ontzettend belangrijk. Ik denk dat dat in heel veel gevallen bijna altijd de oplossing was geweest als het in Ja. het stadium was gebeurd. Ja. En doordat dat gewoon steeds langer doorettert als het ware en bij je blijft, steeds groter wordt, want in je hoofd kan je alles super groot maken, dan Ja. wordt het ook steeds moeilijker om hulp te gaan vragen en om te zeggen dat het niet goed met je gaat. Ja, want het kan best zo zijn dat jij 10 jaar terug iets naast hebt meegemaakt en dat het nu omhoog komt, hè? Omdat je in een andere fase van je leven komt, waardoor je dan ja, in een andere fase van de rouw komt. En dan denk je, ah, ik moet me niet zo aanstellen, want het is al zo lang geleden. En dat ja, ons brein, ja, die werkt gewoon niet altijd zoals we het zouden willen. En soms kan iets gewoon heel erg omhoog komen, terwijl je denkt, ja, maar dat heb ik toch al verwerkt? Of dat moet ik nu toch wel een plekje hebben gegeven? Komt nu heel slecht uit. Ja, dat komt altijd slecht uit. Ja. Het komt nooit uit. Het leven, dat komt vaak gewoon eventjes niet uit, zeg maar. Nee, zulke dingen op de momenten dat het naar boven komt, is ook bijna altijd op het moment dat er ook iets anders gaande is. Ja. Ja. Ja, omdat je denk ik al een beetje uit balans bent. En dat het dan, ja, dan ben je er gevoeliger voor. Dus ik noem het altijd uit balans. Ik weet niet of jij een andere benaming voor hebt. Misschien als jij luistert en dat je ook denkt, ja, maar voor mij voelt het anders. Maar dat kan natuurlijk ook zo zijn. Nou ja, er is natuurlijk in ieder geval iets uit evenwicht wat Ja. normaal gesproken dat wel zou moeten Ja, zijn. waardoor het weer ja, omhoog kan komen. Ja. En weet je, je noemde net ook. Dus een vorm van rouw als je een diagnose krijgt. En dat is natuurlijk ook op het moment dat je last van hyperventilatie hebt. Dan betekent dat ook vaak dat je ja, dat je leven toch moet gaan aanpassen. Omdat je niet meer zo goed bestendig bent tegen stress. En dat je daardoor klachten hebt gekregen. En dat je dingen moet gaan veranderen. Mag gaan veranderen. En ook daar zit vaak wel een rouwproces in. Omdat je niet meer de persoon kan zijn die je wil zijn. En dat je, of als je een, vooral een burn-out is, misschien wat ja, meer zichtbaarder, zeg maar. En dat je, doordat je gewoon zo ver over je grenzen heen bent gegaan, dat je, ja, dat de rekken gewoon uit is, dat je gewoon echt burn-out bent. En dan wil je vaak weer terugkeren in je oude leven, in je oude baan. Maar ja, je hebt niet voor niks die klachten gekregen. En dat is natuurlijk ook iets waar je mee om moet leren gaan. En heb je daar dan bijvoorbeeld tips voor hoe je daar, ja, hoe, waardoor het proces wat makkelijker wordt? Ik denk vooral dat het belangrijk is dat je nou ja, inzichtelijk maakt van wat is het nou wat mij zo tegenstond? En wat is het wat er verandert in mijn lichaam, maar ook in mijn omgeving? Wat moet er veranderen zodat ik weer hier goed mee om kan gaan? Ja, Maar en met. ook met het rouwproces van wat. Waar zit ik nu zo mee? Waar heb ik zoveel verdriet van wat ik niet meer kan? Want vind je jezelf bijvoorbeeld, ik noem even iets zwak, omdat je bepaalde dingen niet meer aan kan? Want dat is dan wat je vaak krijgt. Ja, maar eerder kon ik dat dragen en nu niet meer. Ga dan eens voor jezelf na van wat is het wat dat zo erg voor mij maakt? Want vaak is het iets wat veel dieper ligt en wat helemaal niet over dat stukje gaat. De verwachtingen van anderen, omdat je vindt Ja. voor de buitenwereld dat je dat moet, of wat er heel vaak onder zit, natuurlijk.
En Ja. dus wat meer, want je zei, je begon eigenlijk je zin zeg maar met uitzoeken wat jou tegenstaat. Kan je dat iets zien? Wat staat je tegen in, maar ook in het, in bijvoorbeeld als je nu net had over een burn-out, hè, daar beginnen je klachten eigenlijk. En die beginnen dan al veel verder daarvoor. En wat is het dan wat jou daarin zo tegenstond? Of wat zoveel te veel was? En accepteer dat ook, want daar gaat dan ook weer een stukje rouw overheen. Van ja, maar nu kan ik niet meer het werk aan wat ik aankon en wat ik leuk vind. En ga eens voor jezelf na of dat ook echt zo is. Of dat daar nog andere dingen bij komen. Ja, dus waarom ben je zo over je grens gegaan? Wat zit daarachter? Wat Ja. zit eronder? Ja. En, ja, en hoe kan je dat dan ja, oppakken? Dus niet meteen denken, oké, dit kan ik niet meer. Dus ik moet heel iets anders gaan doen. Maar ook eens gaan kijken van, maar wat zit er dan achter? Waarom ben ik dit gaan doen? Waarom ben ik zo slecht voor mezelf gaan zorgen eigenlijk? Ja. Waarom heb ik niet naar mezelf geluisterd? En dan ben ik hierin in terecht gekomen. Ja. Ja, en dat zijn dingen waar we niet graag naar willen kijken. Nee, dat is het grote probleem, denk ik. Ja, want dat luisteren naar jezelf en naar je grenzen is gewoon lastig. En dat denk ik vooral doordat we vanuit de buitenwereld dat we zoveel moeten. Dat er zoveel verwacht worden van ons. En dat je denkt, maar een ander kan dat toch ook? En ik Ja. kan dat niet. En wat zit daar dan onder? Ja, mooi. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Vergelijk jezelf niet met een ander. Want ook in een rouwproces, je kan jezelf niet vergelijken met een ander. Dat kan Nee. gewoon niet. Nee, want we zijn allemaal anders, het proces is anders. Maar ook als een ouder overlijdt, ook natuurlijk de band die je had met die ouder is heel anders. En ook de situatie eromheen. En jij had een jonge broertje, ik ook 5 jaar jonger trouwens. En ja, weet je, wat er allemaal dan bij komt, dat is niet allemaal hetzelfde. En Nee, zeker dus niet. vergelijk jezelf ook niet met een ander. En ook. Mijn ene hond is een paar jaar terug overleden. Nou, ik was daar bijna beroerd van, dan van het overlijden van mijn vader op dat moment. En waarom weet ik ook niet, maar ik was er zo intens verdrietig van. Ik was gewoon echt ziek van een paar dagen. En ook dat, ja, maar het is maar een hond. Maar weet je, blijkbaar zat daar dus wat achter, wat onder. En ook dat kan dus gewoon heel veel verdriet. Ik vorige week ook een mailtje van iemand nog van, ja, mijn hondje. Dan denk ik, ja, weet je, dat is ook een gezinslid. Ja, zeker, die hebben vaak een heel belangrijk plekje in een gezin. En die zijn er wel altijd als je een verhaal te vertellen hebt. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een fijne plek is om even mee te huilen en niet alleen te zijn. Ja, en ook dat is gewoon belangrijk. En ook als iemand dan zoiets tegen je zegt en jij hebt daar niks mee, je respecteer dat dan van iemand dat die verdrietig is en dat het moeilijk is en dat het. Dat is gewoon het belangrijkste. Respecteer dat iemand verdrietig is, ook al kan jij je niet herkennen in die reden. Ja, of dat nou is omdat iemand met pensioen gaat of verhuist of een relatie beëindigt. Dat je denkt, ja, maar jullie waren Eigen maar een schuld. jaar samen, dus waar zeur je nou over of Ja. zo? Maar dan nog kan dat gewoon heel intens zijn. En dat, we mogen gewoon veel minder oordelen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, heel belangrijk. En luisteren naar elkaar, want dan begrijp je elkaar vaak ook, denk ik, wel ietsjes beter. Ja, zeker. En ik zou het nog heel graag met je willen hebben ook over de lichamelijke reactie eigenlijk op verdriet. En jij bent zelf ook fysiotherapeut, dus ik weet ook natuurlijk hoe dat, denk ik al, hoe je lichaam kan gaan verkrampen als we iets niet uiten. Heb jij daar ook een theorie over of een mening over, zeg maar, wat er gebeurt als we dat niet doen? Wat gebeurt er lichamelijk, zeg maar? Ik denk dat het lichamelijk zoveel gebeurt doordat je iets niet kan uiten of dat je ergens mee blijft zitten. Sommige mensen worden gewoon super ziek van verdriet. Ja. En ja, hoe dat zich uit is heel verschillend. De een krijgt heel erg spierpijn, de ander is gewoon echt grieperig. Nou, ademhalingsproblemen, dat is denk ik wel een veel voorkomende, Ja. dat je gewoon een beetje paniekaanvallen krijgt. Ik denk dat er lichamelijk zo ontzettend veel mogelijk is door verdriet. Dat we dat helemaal niet zo doorhebben altijd. Dat verdriet de achterliggende probleem is. Ja.
Ja, want ook hè, door het in te houden, ook, hè, je hebt natuurlijk verschillende fases van rouw. Hè. Eén fase is natuurlijk wel die boosheid. Op het moment dat we die niet van onszelf mogen voelen, of gewoon niet goed kunnen uiten. Want hè, er zit vaak ook weer een hoop oordeel over, zeg maar, bij jezelf. Dat die boosheid, die irritatie, die kan natuurlijk allemaal spierspanningen. We gaan vaak die kaken klemmen, je schouders trek je op, je maakt Hoofdpijn. vuisten. En daardoor kan je inderdaad dus weer ook hoofdpijn krijgen. Maar ook inderdaad, hè, zoals, als je vaak naar me luistert, die podcast, dan weet je dat je houding belangrijk is, je spierspanning belangrijk is, omdat dat heel veel invloed heeft op die ademhaling. En op het moment dat we onze verdriet inhouden, dat we niet willen huilen, dan gaan we ook Ja. een beetje raar ademen, echt letterlijk. Maar ook die fase van boosheid waar je in kan zitten, dat je irriteert, dat je je boos maakt. Hè. Dat is ook heel veel spierspanning wat je Ja, kan en met alle maken. gevolgen dat dat weer met zich meebrengt. Want door de hoge spierspanning voortdurend, want dat heb je zelf helemaal niet door vaak. Dat levert allemaal weer problemen op, klachten op. En dan ga je daar weer meer zorgen over maken. Want hoe kan het nou dat ik dit allemaal voel? Terwijl er is toch niks aan de hand? En dan gaat het denk ik in een cirkeltje rond. Ja, zo kom je in die vicieuze cirkel. En het is belangrijk om die te doorbreken. En jij zegt eigenlijk om te doorbreken is het belangrijkste om te accepteren dat je je zo voelt. Het uiten van je emoties door erover te praten. Maar ook, ja, geef je ook wel eens dat advies om die boosheid om gewoon op een kussen te gaan slaan? Of is dat weer heel Ja, achterhaald? ik denk wel dat de boosheid, zeg maar, waar mensen bij mij mee komen, dat zijn vooral jongeren, vaak kinderen. En daar is dat natuurlijk, ga even buiten in het bos ravotten of zo. Mensen is dat ook zo. Ja, die boosheid bij rouw, die mag er vaak niet zijn. Want die boosheid is natuurlijk gericht vaak op de persoon die overleden is. En ik denk dat dat wel een hele moeilijke is. En vaak helpt het gewoon om het op te schrijven. Vertel het aan niemand, want dat is te moeilijk. Schrijf het maar een keer op voor jezelf. En vaak kun je er daarna wel over praten. Maar als jij het lekker vindt om op een kussen te rammen, dan zou ik het doen. Of even te schreeuwen in het bos Ook of zo. Dat kunnen we ook bijna niet, hè? Want omdat we zo in een dichtbevolkt gebied vaak wonen, dan kan je niet even gaan schreeuwen. Ah, weet je, ik omdat zou ook wel een de soort van buren komen bang van, zijn wat dat is iemand er aan loopt. de hand? Ja. Gekkie staat in de tuin te schreeuwen. Nee, dat zou Ja. niet kunnen. Nee, maar terwijl het heel erg op kan luchten om dat wel eens te doen. Want soms doorbreek je daarmee wel zo'n blokkade om eventjes dat huilen op te wekken. Ik herken het wel inderdaad. Toen mijn moeder net overleden was, vond ik dat ook heel moeilijk. En dan was ik eigenlijk boos op iedereen. Dan kon ik soms zo in één keer zo in schreeuwen uitbarsten, dat ik mezelf helemaal niet meer in de hand had. En denk ik nu wel eens van, dat lucht echt heel erg op. Hadden we die grenzen maar niet zo erg. Nee, hè? Dat is een heel ander voorbeeld waar ik opeens aan moet denken. Ik weet nog dat ik was vroeger heel lief en timide en rustig en een verlegen meisje, zeg maar. En doordat mijn vader dan overleed, ben ik heel erg veranderd. En ben ik in het begin echt in het extreme. Dat als iemand bijvoorbeeld voordrong in de super, bij de bakker, dingen, dan zei ik daar wat van. Dat had ik vroeger nooit gedurfd of gedaan. En nu was ik zo opstandig. Ja, precies. Maar ik ben de eerste, weet je. Dat soort dingen. Dus ik was heel opstandig inderdaad. Dat uitte ik ook. Terwijl in mijn omgeving had echt zoiets van, Nicole, wat Wat doe is jij nou? Ja, dat je dat helemaal niet voor mij ging. Later is dat wel weer gestabiliseerd, gelukkig. Maar ja, ik weet, dat is ook die boosheid die je eigenlijk in je lichaam hebt, die er op een manier uit moet. Ja, en dat ging ik dan maar afreageren op die mevrouw die voordrong bij de bakker. Of Ja, wat denk je bij aan zoals, ja. Ja, dat soort dingen, dat je lichaam wil wel heel graag uit en dat is ook Ja. gewoon belangrijk. Ja, en ook dat is weer niet zo heel erg geaccepteerd natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich ook heel erg storten op sport en zo. Of Doordat ze werken. dan, of werken, ja. En doordat ze dan lichamelijk moe zijn, kunnen ze beter slapen en denken ze dat ze bezig zijn met hun rouw verwerken. Of een plekje geven. Verwerken klinkt alsof het een keer, nou ja, ergens in wordt gegooid en klaar is. Maar ik denk dat heel veel mensen daardoor de verkeerde volgorde ingaan. Erg sporten,
Je denkt van, oh, 's avonds kan ik goed slapen, ik ben hier lekker mee bezig, ik verwerk het allemaal. En na een tijdje blijkt dat het toch niet zo is. Nee. Dus de volgorde is daar denk ik wel belangrijk in. Ja, maar het is ook Wanneer... soms lastig, want soms voelt het gewoon dan ook heel goed om dat te doen, omdat je er dan Klopt, niet meer ja. zo mee bezig bent. En dan denk je ook, hé, maar misschien gaat het eigenlijk al een stukje beter met me. Maar dat is omdat je eigenlijk dus zoveel afleiding hebt. Afleiding, en ik denk ook wel dat je dat sommige mensen hun lichaam daarmee uitproberen te putten, hè? Omdat je Ja. wel gewoon lichamelijk moe bent, Ja. geestelijk wordt dan ook wat rustiger. En zo kom je ook weer in het rondje terecht dat je dat telkens moet blijven doen. Ja. Ja, terwijl je dus eigenlijk dan door het sport eigenlijk nog verder over je grenzen gaat. Hè? Want ook rouw en verdriet kost gewoon bakken met energie. Dat kost Heel gewoon heel veel veel energie. energie. En als je dan je lichaam dus nog verder gaat uitputten door heel veel te werken of heel veel te sporten. En dan ga je eigenlijk nog verder in die min, waardoor je eigenlijk nog verder van huis af komt. Klopt, ja. Ja. Maar ja, het voelt soms natuurlijk wel fijn omdat je er dan niet mee bezig bent. En dat je, dus ik snap het vaak wel, dat je zo reageert. Ik ook, maar niet Niet te lang altijd. doen. Nee. En andere vormen van afleiding dan? Bijvoorbeeld dat je wel bijvoorbeeld gaat handwerken of Ja, is het dan ik wel zou goed? die afleiding zou ik zeker zoeken, hè? Wat jij nodig bent om jezelf tot rust en troost te kunnen geven. Alleen doe het niet in de extremes en wees je ervan bewust dat het verdriet en de gedachten die in je hoofd zitten, of de boosheid of het onbegrip, maakt niet uit wat voor een emotie, het moet eruit. Ja. Ook al doe je het niet nu, dan komt het over 5 jaar en dan staat het een keertje voor je deur en dan wil je eigenlijk niet dat het binnenkomt en dan komt het Ja. binnen. En dan, als je dan telkens weer in dat oude patroon komt van het extreme sporten, even nu als voorbeeld. Ja, dan blijf je in dat cirkeltje en het wordt steeds erger, het wordt steeds een groter ding. En Ja. zo kom je natuurlijk ook heel vaak in het middelenmisbruik en nou ja, noem Ja. het maar. Het levert veel meer problemen op als dat jij gewoon, zeg ik het even heel makkelijk, hè, en ik weet dat het niet is, maar aankijkt waarom je dat doet. Ja, dat is ook. Laten we wel. Gewoon sport is natuurlijk gewoon supergoed. Ook voor het verwerkingsproces. Hè. Dat is gewoon bewegen is heel goed natuurlijk. Het is gewoon afleiding zoeken. Ik heb het wel over het echt Ja, extreme. Er zijn mensen nee, dat snap die ik. Maar ja. Ja. paar uur per dag aan het sporten zijn en die dat daarvoor nooit deden. Nee, of inderdaad, wat je zegt, middelen gebruiken. Dan maar slaapmiddelen nemen om maar te slapen. Want dan hoef je niet te voelen of kijk, als jij paniekaanvallen krijgt, hè, dan continu angstremmers nemen, terwijl je dat, ja, die oorzaak die eronder zit niet aan kan kijken, niet aan wil kijken. En ja, dan demp je alleen maar het gevoel. Maar het gaat er natuurlijk om dat je uiteindelijk ook de oorzaak gaat aanpakken. Ja, en dat neemt niet weg dat het soms goed is om die middelen als extra ondersteuning te gebruiken, maar Nee, het gaat zeker, dat is zeker zo. Alleen ik denk wel erom. dat je wel ook jezelf eerlijk naar jezelf moet zijn en ook moet kijken, Waarom? Ja. doe ik het nu goed? Ja. Ja, dus dat, ja, dat is gewoon allemaal. Het is lastig. Ja, heel lastig. Het is heel Is ook moeilijk. niet één oplossing, omdat we allemaal anders zijn. Ja, en ook een fase van rouw. En misschien kan je ze even kort noemen, de fases van rouw. Ik vind het Wat altijd is bij heel. jou op? Ja. Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk. Want mensen die de fases van rouw, die Ja. komen niet in volgorde. Nee. Nu komen mensen heel vaak bij mij en dan zeggen ze van, ja, maar ik heb nu die boosheid gehad en nu is het bijna klaar en Ja. zo. Dus mensen houden zich zo vast aan die fases. En er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan dat die fases die worden steeds bijgewerkt. Hè? Nu eerst begon het met 5 en nu is het bij sommigen al 3. Het is heel erg. De omstandigheden erbij zijn ook heel belangrijk. En ik Ja, denk dat zeker. mensen zich Een niet karakter, denk ik ook. ook, ja, maar ook coping, hechting. Hoe ben jij gehecht? Heb jij een veilige hechting gehad thuis? Dan kan je makkelijker naar mensen toe. Kan jij Ja. makkelijker de fases doorlopen? Ja. Dat je dat niet hebt. En die fases, dat is voor ons, hè, als begeleiding en als therapeuten, zijn die fases natuurlijk heel belangrijk. Want uiteindelijk doorlopen we ze.
Maar voor de personen die er zelf in zitten, hou je er alsjeblieft niet aan vast, Nee. want het zal je alleen maar teleurstellingen opleveren. Ja, omdat je denkt, oh, ik ben nu door deze fase. En dan, Ja. maar voor iemand die denkt, waar hebben ze het over, kan je de verschillende fases wel opnoemen. Dus het is niet in die volgorde, maar gewoon even dat iemand begrijpt van, hé, maar waar hebben ze het nu over? We hebben het over die boosheid gehad. We hebben boosheid, acceptatie, ja. Ja. Dat is een van de laatste eigenlijk. Aanvaarding, dat is een beetje die Ja. acceptatie, hoe je hem noemen wil. Ontkennen. Ja. En dat is ook al een beetje een gek, hè? Dat ontkennen. Ja, Dan dan kan je is het ontkennen gewoon. dat er iemand dood is, zeg maar. Of gaat het denk ik meer om dat je ontkent dat je mag rouwen of dat je. Het Of wat? ontkennen van het verdriet, maar ik denk ook wel eens het ontkennen van hoe belangrijk die rol in je leven was van Ja. zo'n persoon. Je hebt onderhandelen, hè, dat Ja. is een beetje een lastige om uit te leggen, maar dat is eigenlijk een beetje van, ja, ik ben nu verdrietig, maar ik ben wel aan het werk en dan doe ik het goed, zeg maar, een beetje zo, Ja. hè, van het onderhandelen van de situatie. Dan hebben ze gehad, toch? In woede, Ja. ervaring, ontkenning. Acceptatie. Of aanvaarding, acceptatie, hetzelfde. Ja, en is, nou ja, is er nog zo een, wat ik altijd een beetje een vraag vind. Depressie is volgens mij ook een Ja, oh ja. die. Ja, even denken waar dat van is. Die hebben nu nieuwe fases ontwikkeld. En die komen echt precies overeen met een Oh rouwproces. ja. Dat je iemand verloren bent, zeg maar. Ja. En ik Maar denk. heb je daar een blog ooit over geschreven, zeg maar? Of iets? Of, Ik probeer mezelf altijd een beetje bij die fases weg te houden. Omdat ja, oh ja, vandaar. Ik ga er lekker op in zitten. Hè? Maar ik het heb is heel vaak slechte dat je hebt mensen hier vaak komen. natuurlijk. Ja, je hoort dat veel, weet je, die fases, zeg maar. Dus Ja. vandaar dat ik er ja, mag vragen van wat is dat? Maar jij zegt ja, weet je, het is gewoon niet zo belangrijk eigenlijk. Want het gaat erom dat je, ja, je op doorloopt het wel, maar je moet er geen label aan willen plakken. Nee, je moet het niet. Die fases die zijn er en die doorlopen we allemaal. Ja. Alleen, we doorlopen het allemaal op zo'n verschillende manier. En soms dan gaat misschien de ene fase bij de een zo snel en bij de ander Ja, niet. dat je hem eigenlijk niet eens door hebt dat je er doorheen Nee, bent. En dan ga je zitten wachten wanneer komt die fase ja. nou? Dus ik zeg Ja. altijd tegen mensen, laat die fases los, want je kan er Ja. gewoon niks mee. Want het Nee, maar het komt is wat er komt. meer dat wat ik vooral merk is dat die boosheid, en dat is zo'n belangrijke, en die kunnen mensen vaak niet zo ja, plaatsen. En dat het belangrijk is om te weten dat het dus heel normaal is dat je daar doorheen gaat. En Heel normaal, ja. dat bedoel ik dus met die fases van ja, weet je, dat het normaal is dat je verschillende emoties voelt in dat proces. En dat kan je binnen een maand voelen, maar je kan ook een paar jaar overheen gaan. En dat is natuurlijk gewoon belangrijk om te weten dat je, ja, je bent niet gek als je je heel boos voelt of zo. Maar ook niet als Heel je. verdrietig Sommige of. mensen worden heel bang. Ja. Mensen die worden heel onzeker. Het is allemaal normaal. Ook als Ja. jij super, super boos bent dat iemand dood is gegaan. Want hallo, kun je mij alleen laten? Ja. Dat is helemaal prima. Dat zegt niks over of je wel of niet van iemand hebt gehouden. Nee. Of hoe belangrijk diegene voor je was. Maar als jij daar boos om bent, dan zou ik dat zeker uiten. En wees er in die zin voorzichtig mee aan wie je het zegt. Want zeg je dat nou tegen iemand die in Ja. hetzelfde rouwproces zit. Hé, ik ben zo boos op mijn moeder en hoe flikker Ja. ik nou. Dan kan je heel erg krijgen van ja, maar hallo, wat zeg jij nou over onze Ja. moeder? Ja. En dat zijn denk ik wel belangrijk. Hè? Kies in een geval van rouw wel even je mensen uit, noem ik het altijd. Want Ja. niet iedereen in Nee. hetzelfde rouwproces kan daar op dat moment over praten, omdat je op verschillende plekken in die cirkel staat, hè, in die fases. Ja. Maar zoek dan iemand waar je bij terecht kan en die daar niet zelf middenin zit. Ja, en als je dus niet iemand in je directe omgeving hebt, zoek dan hulp. Zoek hulp. Zoek Ja, hulp. bij Marjelle of bij iemand zoals Marjelle, hè, die daarin gespecialiseerd is. Ja, en er zijn ook psychologen, neem ik aan, die echt hierin gespecialiseerd zijn. En, dus
dat hoef je niet alleen te doen. Nee, Dat is wel nooit. Nee. belangrijk. Want we worden gewoon niet geleerd hoe we hiermee om moeten gaan. En dat is best wel lastig. Ja, is er nog iets wat je kwijt wil? Nee, ik denk dat ik alles wel heb gezegd. En meestal zeg ik ook van, vergelijk jezelf echt niet. En dat heb ik net ook al gezegd. Ja. Dat moet je ook echt niet doen. Je moet jezelf niet vergelijken met iemand anders. Ook al zit hij in hetzelfde rouwproces. Want ook dan kan je je niet vergelijken. Helemaal nooit. En probeer ook, als je wel in hetzelfde rouwproces zit, probeer wel herinneringen op te halen. En probeer met elkaar te praten. Maar veroordeel elkaar niet. Ja, dat kan soms ook lastig zijn, hè? Omdat jij, als jij nog in die boosheidsfase zit, waar we een beetje in blijven hangen nu in ons gesprek, maar en iemand anders zit in die positievere fase, zeg maar, jij gaat in, dan kan het soms lastig zijn om herinnering op te halen, weet je, terwijl die ander in die andere fase zit en nog boos is. Dus ook dat is natuurlijk ook altijd, als je dat in je directe omgeving, die rouwt om dezelfde persoon, maar dat proces kan wel heel anders zijn Ja, dan. het gevaar zit er maar in dat mensen het dan niet meer proberen en niet meer over praten en niet meer delen met elkaar. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om dat wel te blijven proberen, want Ja. uiteindelijk heb je het dan vaak over personen die heel dicht bij je staan. Ja. Ja, en ook soms is dat weer, hè, door het er niet over te hebben, is het er niet. En dan kan je het een beetje weer wegduwen. Ja. Maar het is belangrijk om een uiting aan te geven. Dat is, ja, dus dat stukje acceptatie, hè, wat je benoemt, en niet vergelijken met een ander. En durven uit te spreken. Maar ook voor andere mensen die iemand in zijn omgeving heeft die in zo'n fase zit, durf het gesprek aan te gaan. Durf hem te vragen. En soms hoef je alleen maar even te vragen hoe gaat het met je? Meer niet. Of gewoon een lief kaartje sturen. Dat kan al zoveel goeds doen. Of En op een niet denken, oh verjaardag. joh. Of Ja. op een verjaardag, wat een lekkere taart maakte je moeder altijd, hè? Weet jij het recept? Ja. Oh ja. Dat zijn die dingen dat je wel laat merken. Ik denk aan jou. Ik Ja. weet niet hoe ik met jou erover moet praten, maar ik denk aan jou. En even op dat stukje acceptatie net, hè? Want heel veel mensen zien dat als accepteren. Ik moet accepteren dat ik ziek ben, of ik moet accepteren dat diegene dood is. En dat zien ze dan vaak als een negatieve lading, hè? Want hoe kan je dat nou accepteren? Ja. Maar je moet het niet zien als accepteren van de situatie, want dat is oneerlijk en dat had jou niet per se moeten gebeuren. Maar het is accepteren van de situatie en dat jij verder gaat in je leven met dat belangrijke stukje op een veilig plekje in je hart. Ja. En niet dat jij er maar makkelijk overheen stapt van nou, nu in één keer accepteer ik het. Dat accepteer Ja. ik niet. Nee, dat acceptatie is, daar heb ik het ook vaak over. Acceptatie is niet van oké, ik heb dit, dus ik hoef er niks aan te doen. Hè? In relatie met de hyperventilatie en paniek en vallen. Want ja, je hebt dit, dus ja, je zal daar iets mee moeten doen. Ja. En dat is dat stukje acceptatie. Ja, dat is het Dat stukje is acceptatie. super belangrijk, ja. Dat gaat voor eigenlijk ja, bijna alles op natuurlijk. Ja. Ja, nou dan wil ik je heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. En wil je meer over Marjelle weten, dan kan je op haar website kijken, www.voor-en-tegenspoed.nl. Daar deelt ze informatie en ze heeft een heel mooie leeromgeving ook met ervaringsverhalen. Ook op social media kan je haar volgen. En doe dat zeker, ik zal de linkjes hieronder plaatsen, dus dan kan je doorklikken. En dan bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.